De acties van de bus- en boothouders die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf zijn vandaag opgeschort. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van de bus- en boothouders in Suriname, zegt dat hiertoe besloten is omdat de reguliere betalingen over de maand mei vandaag zijn gestort. De leden die bij de Hagerinbank gireren hebben het geld al op hun rekening gezien. Wat de leden betreft die bij de overige banken gireren, zal het geld pas morgen, vrijdag of maandag te zien zijn op hun rekening. Deze groep begint dan mogelijk maandag met rijden en varen, zegt Woon. De bond is voorgehouden dat de betaling over de maand juni aanstaande maandag gestort wordt, zegt Woon. Daar hebben we nog dat andere gedeelte van die COVID-mensen, dus dit verplegend personeel vervoeren. Dat geld is niet gestort. Want dat moet uit die aparte COVID-pot komen. Hè? Mm-hmm. En dat is niet gestort. Ik heb toen een gesprek met de minister gehad daarover. Hij zei me dus dat, want ik vroeg hem van wanneer of hij zijn invloed kan aanwenden om dat gedeelte ook in orde te krijgen. Hij zei me van dat moet hij met zijn collega van Financiën apart bespreken en dat zou later op de dag gebeuren, zei hij me. Maar intussen vroeg hij van als hij vanuit mocht gaan, dus dat het regulier gedeelte, dan normaal opgestart kon worden, omdat dat gedeelte alleen al is. Ik heb hem toen gevraagd van luister, maar hoe staat het dan met de betaling van dus het verplegend personeel? Hij zegt, eerlijk gezegd kan hij geen antwoord daarop geven. Hij moet dus eerst het gesprek hebben met zijn collega van Financiën. En hij zegt van zijn kant gaat hij natuurlijk er alles aan doen om dat zo snel mogelijk gedaan te krijgen. Hij zegt van, kan het binnen 2-3 weken lukken? Hij zegt nee, eerder zelfs waarschijnlijk. Dus ik heb hem toen gezegd van oké. Ik ga opschorten, maar dan heb je dan 2 tot 3 weken de tijd om het andere gedeelte ook in orde te krijgen. Ondervoorzitter Iwan Woon van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. De bussen en boten bij de NVB leveren vanaf morgen weer hun diensten aan de gemeenschap.